Het is dinsdag 1 oktober. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Oorzaak grote brand AVR nog niet bekend. De echte Feyenoord-fan blijft dat tot de allerlaatste snik. En de 12-jarige Georgina uit Rotterdam wereldkampioen kickboksen. En hier alvast kort het weer. Morgen wordt het vrij zonnig met af en toe een paar wolkenvelden. Het wordt maximaal 15 graden bij een matige tot krachtige oostenwind. Bij de brand in de voormalige AVR in Rotterdam-Zuid zijn geen hoge concentraties gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat blijkt uit metingen van politie en brandweer. Ook zijn er in de wijk geen asbestresten aangetroffen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het werk aan de voormalige verbrandingsoven gaat vanmorgen gewoon weer door. Het oude AVR-gebouw wordt omgebouwd tot een overdekt pretpark. Speelstad Rotterdam gaat het heten. Nou, ik was hier gistermiddag aan het werk en toen rond vieren kijk ik zo naar boven. Denk je, wat is het nou donker, joh? Zie ik allemaal rook? Die rook zorgde er gisteren voor dat de Maastunnel afgesloten moest worden. Veiligheidsregio Rotterdam waarschuwde omwonenden per NL Alert en Rijnmond Veilig Alert in een sms om ramen en deuren gesloten te houden. Vandaag is duidelijk dat de rook geen gevaar voor de volksgezondheid heeft opgeleverd. Bij brand en zich bij dit soort branden komen altijd gevaarlijke stoffen vrij, dus dat staat buiten kijf. Maar het gaat om de hoge concentraties. Bij deze brand zijn geen hoge concentraties gevaarlijke stoffen vrijgekomen. En dat betekent heel kort door de bocht. Op het trein waar het gebrand heeft, daar was het wel gevaarlijk, maar in de woonwijk aangrenzend zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Maakt u zich zorgen over die rook? Ja, want hij stonk behoorlijk en was echt een bitumenlucht, alsof er autobanden of teer aan het verbranden was. Nou, misschien zijn er dingen vrijgekomen, ik weet het niet, asbest of zo, weet je wel. Maar sinds vanmorgen heb ik tranen in de ogen, hoor. En ze zeggen nu dat er geen schadelijke stoffen in hebben gezeten, hè? Ja, maar ja. Ik bedoel, dat kreeg je pas te horen ver na de hand. Toen eigenlijk brandmeester en ze zijn aan het nablussen en dan hoor je pas hoe of wat. Kijk, en natuurlijk ben je dan wel gest genoeg om te zeggen van ja, veel rook. Ik hou gewoon automatisch de deurramen dicht. Maar ja, het is toch wel leuk als je inderdaad wat eerder wat weet. Dan zou mijn oproep zijn aan die mensen, meld je dan aan bij rijnmondveilig.nl. Laat je gegevens achter zodat we je heel snel kunnen bereiken. Dat is één. En twee, we hebben toch redelijk snel al, ik dacht 10 minuten na het incident, al de eerste boodschap de deur uitgestuurd. Sluit deur naar ramen, want rook is natuurlijk altijd vervelend en gevaarlijk. De brand is ontstaan in een kunststofcilinder. Hoe dat precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De meeste Feyenoord-fans zijn dat voor hun leven, maar nu kunnen ze ook na hun dood getuigen van hun rood-witte hart. De Feyenoord-uitvaart is een feit, compleet met Feyenoord-kist en afscheidsceremonie in de Kuip. De voetbalclub en een uitvaartondernemer hebben daar vanmorgen een overeenkomst over getekend. Spelersbus erbij huren. Je kunt je kist in Feyenoord kleuren krijgen. Je kunt de uitvaartstoet langs de Kuip laten rijden. Je kunt zelfs de kist hier op het veld laten zetten. Dus er is ontzettend veel mogelijk. Er bleek behoefte te zijn aan een Feyenoord uitvaart. Want er kwamen bij de voetbalclub flink wat verzoeken binnen van supporters. Ook Feyenoord-fan Piet Stevens ziet het wel zitten. Mijn laatste eer mag daar gedaan worden. Daar sta ik helemaal achter. Je bent een supporter in hart en nieren van die club. En ik sta daar wel achter, hoor. Graag zelfs, ja. De kosten voor een Feyenoord-uitvaart kunnen flink oplopen. Piet hoopt dat de club ook denkt aan de supporter met een kleine portemonnee. Laat van het nou eens zeggen van, nou, wij verzorgen alles erbij met begrafenisondernemer. En de spelersbus, die stellen wij beschikbaar aan de familie. Nou, dan kun je toch alweer een stukje goedkoper. Ondanks de kosten zou Piet het dus wel willen, een uitvaart in de stijl van zijn clubpie. Maar hoe staat het met de commercieel directeur van Feyenoord? Als het zover is, dan zal ik er zeker gebruik van maken. En wordt het dan Lee Towers of wordt het niet zo sterker dan het ene woord? Nou ja, ik weet niet of daar gezongen gaat worden, maar als ik dan mag kiezen zal dat niet zo sterker dan het ene woord zijn.
straks in Rijnmond Nieuws. 12 jaar en nu als werelds sterkste kickbokster. Er worden straks dus rakenklappen uitgedeeld. Steeds meer honden en katten worden behandeld voor kanker. Dat constateert de grootste verzekeraar voor huisdieren na analyse van het aantal ingezonden declaraties. Ook bij de dierenziekenhuizen in de regio wordt tegenwoordig vaker een huisdier behandeld aan kanker. Dit is het dierenziekenhuis Drechtstreek in Dordrecht. Hans Mulders is hier dierenarts en internist. Hij stelt de eerste diagnose waarna de dieren door een collega bijvoorbeeld geopereerd kunnen worden. Mulders ziet regelmatig op zijn spreekuur honden en katten met de ziekte kanker. Voor een deel is dat te verklaren doordat de dieren tegenwoordig ouder worden dan vroeger. Maar er zijn meer oorzaken. Ik zie niet zozeer een toename in het aantal honden en katten dat kanker krijgt. Wat ik wel zie is dat wij steeds beter zijn. En dan zal het eerder doorkomen, die toename. Dat wij steeds meer met kanker confronteren. Omdat we beter zijn in het te herkennen, in het te onderzoeken en in het te behandelen. En dat heeft de laatste 10, 15 jaar een enorme spurt genomen. Ook op plaatsen waar we voorheen de kankers nooit zouden vinden, doen we dat nu wel. In hersenen, in ruggenmerg, in longen, op plaatsen waar het echt soms heel moeilijk is, in botten, om kankers te ontdekken, zien we dat nu wel. Tegenwoordig kiezen de eigenaren van een hond of een kat steeds vaker voor behandeling, omdat er simpelweg meer mogelijk is. Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat je een echt hopeloze patiënt Nog door een hele batterij aan chemo's en bestraling, want tegenwoordig kan er heel veel, laat gaan waar die niet of nauwelijks een kans maakt om op te knappen en daar echt beroerd van wordt, dan denk ik dat onze huisdieren nog altijd het privilege hebben dat we op een zeker moment kunnen zeggen tot hier en niet verder. Dat is natuurlijk altijd in goed overleg met de eigenaar en we weten ook heel goed, dat weten we ook steeds beter, dat een aantal type kankers, die kun je goed behandelen met chemo, een aantal, dat lukt gewoon niet. Volgens dierenarts Mulders loopt de diergeneeskunde in vergelijking met de behandelingen bij mensen als het gaat om de ziekte kanker al gauw zo'n 30 jaar achter en duurt het nog wel lange tijd voordat de meeste vormen van deze ziekte te behandelen zijn. Deelgemeenten in Rotterdam zijn nog niet afgeschaft of er is al gedonder over. De Rotterdamse ChristenUnie SGP doet niet mee aan de verkiezingen voor de deelgemeente Nieuwe Stijl in maart volgend jaar. Zogeheten gebiedscommissies komen dan in de plaats van de deelraden. Maart volgend jaar is het definitief afgelopen met de deelgemeenten in Rotterdam. En de stad besloot dat er gebiedscommissies komen. Die gaan een plan opstellen voor de gemeenteraad en dit na goedkeuring uitvoeren. Voor de commissieleden die dit gaan doen, komen weer gewoon verkiezingen met het gewone gevecht om de zetels. De ChristenUnie SGP zegt nu, doe dat nou niet. Die gebiedscommissies hebben één belangrijke taak en dat is de participatie bevorderen. En daar is niks politieks aan. Ik heb al eens nagedacht, hoe zou mijn verkiezingsprogramma eruit zien, hier in Feyenoord bijvoorbeeld. Maar dus, ik ga goed naar u luisteren en dat ga ik vertellen aan het stadhuis. De grootste fractie van de gemeenteraad, de Partij van de Arbeid, ziet niets in de visie van de ChristenUnie SGP. Het zijn commissies die gaan over gemeenschapsmiddelen. Hoe gaan we die besteden, waar gaan we ze inzetten? En dat zijn politieke keuzes dus. Waarom niet een woningbouwvereniging? Of een verzameling van scholen? Of een paar bezorgde ouders? Die kunnen toch ook zich samen organiseren? Daar hoef je geen politiek voor te bedrijven, omdat op zo'n niveau er andere belangen leven. Leefbaar Rotterdam, verklaard tegenstander van deelgemeente, is het helemaal eens met de kleine christelijke fractie. Maar, zegt, jammer, maar helaas. Het is een gepasseerd station. En we doen dan wel mee in dit systeem, omdat je toch je idealen wil verwezenlijken in Rotterdam. Waarom niet principieel met CIS mee? Omdat uiteindelijk het erom gaat om Rotterdam te veranderen op de manier die Leefbaar Rotterdam voor ogen staat. En dan maar op deze manier. Alle partijen, behalve de ChristenUnie SGP dus, zijn ondertussen druk bezig om zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de verkiezingen voor de gebiedscommissies voor te bereiden. 19 maart 2014 is de dag. De Ark van Noach komt mogelijk een half jaar in de Rotterdamse Schiehaven te liggen. De stichting achter de replica van de Bijbelse boot heeft een verzoek ingediend bij de deelgemeente Delfshaven. Donderdagavond is er een vergadering met omwonenden. De Ark van Noach ligt nu nog als attractie in Dordrecht. De eigenaar wilde sowieso met zijn ark uit Dordrecht vertrekken om een wereldreis te gaan maken. Maar wil nu dus eerst nog naar Rotterdam.
12 jaar jong, maar absoluut niet kinderachtig. De Rotterdamse ladykiller Georgina van der Linden veroverde afgelopen zondag de wereldtitel kickboksen in Blackpool, Engeland. Georgina was eerder 8 keer Nederlands kampioen en 2 keer Europees. Nu ze ook nog eens wereldkampioen is, zijn de toekomstplannen aangepast. Trainer en vader Dennis van der Linden richt zich nu vooral op het buitenland. De 12-jarige ladykiller heeft namelijk in Nederland geen concurrenten meer. In haar leeftijdscategorie kan ze nog gewoon vechten. Alleen in Nederland zijn niet veel dames meer die tegen haar willen vechten. Dus als het goed is de volgende stap Thailand. En waarom willen ze in Nederland niet meer met haar vechten? Ja, heeft iedereen al verslagen. Meerdere keren dus. Ze durven niet meer? Nee, ik denk het niet, nee. Georgina traint 5 keer in de week. In de avonden na school is ze te vinden in Budosport in Schiedam. Maar naast veel trainen en een goede conditie is het ook belangrijk dat ze flinke klappen kan uitdelen. Ja, alles hard. Alles hard gewoon, ja. En blijven gaan. Geen helemaal elkaar stompen. Nederland is niet alleen een wereldberoemde ladykiller rijker, ook haar medebokser heeft zich bewezen. Rotterdammer Desley Middelkoop is afgelopen zondag Europees kampioen kickboksen geworden. Bij Desley ging het van een leien dakje. Alle puntentellingen waren voor mij, alle 50 rondes. Voor Georgina is doorgaan vanzelfsprekend, ook nu na het behalen van de hoogste titel. Na het behalen van de wereldtitel had ik gevraagd van... Wil je nu stoppen? Wil je wat anders doen? Kijken of je nog in iets anders heel goed bent? Nee, ik wil blijven thaiboksen. Als ze een dag niet trainen, ze zien. Dus, nu is de volgende stap vechten met ellebogen, maar daar moeten we nog een aantal jaartjes voor wachten. Over 3 jaar mag Georgina meedoen met de A-klasse. Dus keihard trainen en daar opnieuw vechten voor de wereldtitel. Ik denk wel dat het me gaat lukken, ja. Ja, meer sportnieuws moet ik dan zeggen. Komt van Sinclair Bisschop op de redactie. Sinclair Otman-Bakal heeft gisteren eindelijk zijn rentree gemaakt bij Feyenoord. Nou, hoe ging het? Nou, moeizaam. Want Bakal speelde gisteren weliswaar een uur mee in de mini-derby op het kasteel tussen de belofte van Sparta en de belofte van Feyenoord. En ondanks dat Feyenoord die wedstrijd eenvoudig met 3-0 won, was Bakal onzichtbaar. En het is nog maar de vraag of hij wel op korte termijn al snel weer kan aansluiten bij Feyenoord 1. Opman Bakal begon gisteravond op het kasteel in de basis in de Rotterdamse derby bij de belofte. De Brabander speelde in januari zijn laatste officiële wedstrijd voor zijn voormalige club Dynamo Moskou, waar hij vorige maand zijn contract liet ontbinden. Na 60 minuten werd Bakal naar de kant gehaald en was de logische vraag, hoe ging het? Nou, ik moet zeggen, ik had wel best wel zware benen. Ik heb altijd goed door kunnen trainen en de afgelopen week ook en de testen wijzen dat ook uit. Alleen dan zie je toch dat een wedstrijd spelen... Anders is het. Hetzelfde als een speler heel lang geblesseerd is geweest, dan is een wedstrijd ook nog anders. En in die fase zit ik nu, maar ik merk wel dat ik me steeds beter ga voelen en naar mijn echte fitheid toe werk. Opvallend was dat Bakal gisteren door Lodewijks en Van Hooijdonk gebruikt werd als rechter middenvelder en niet als aanvallende middenvelder. Voor mij is het voornaamste dat ik minuten in de benen ga maken en dat is vandaag gebeurd. En voor de rest wil ik daar niet te veel aan vastplakken. Ik moet minuten maken en hopelijk snel mogelijk aansluiten bij de eerste selectie. Bakal kwam gisteren nauwelijks in het spel voor. En dus is de vraag gerechtvaardigd, hoe lang duurt het nog voordat hij op zijn oude niveau is? Het is nog niet helemaal waar ik moet zijn natuurlijk, maar ik merk wel dat de laatste, wat denk ik dat ik nu een week of twee bij Feyenoord ben en dat ik wat dat betreft heel erg stappen maak. En voor mij persoonlijk is het nu zorg dat ik aan mijn eigen fitheid ga werken en om het de trainer zo moeilijk mogelijk te gaan maken. Ja, maar je durft niet te zeggen of de Vitesse uit of dat al haalbare kaart is? Nee, nou ja, kijk, ik zeg al, het moet ook in samenspraak gaan. Ik ben blij dat ik vandaag een uur heb kunnen spelen en voor de rest wil ik niet te veel vooruitkijken. Feyenoord won gisteren met 3-0 van Sparta, mede door deze goal van Terence Kongolo. Maar we eindigen met de mooiste goal van de avond, de 1-0 van Jon Goossens. En de KNVB heeft zojuist het definitieve speelschema bekendgemaakt voor de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi. Op dinsdag 29 oktober is het Ajax tegen ASWH. Op woensdag is het Groningen tegen Capelle en Feyenoord tegen Hoek. En in de Kuip wordt het dan om 6:45 afgetrapt. En donderdag is het dan om 9:15 Excelsior tegen de Go Ahead Eagles. Dankjewel Sinclair. Rotterdam is opgebouwd uit een groot aantal dorpen. Van IJsselmonde over Schie tot Rozenburg. Onafhankelijk bestaan de dorpen niet meer en van de meeste leven alleen de namen nog voort als wijk of als deelgemeente. Historicus Arie van der Schoor heeft zich verdiept in de opslokgeschiedenis van Rotterdam en van zijn hand verschijnt het boek De Dorpen van Rotterdam.
Een opvallend gegeven natuurlijk dat zo'n kleine stad eigenlijk in heel korte tijd enorm is uitgedijd tot een van de grootste stedelijke gebieden van Nederland. Het is echt helemaal veranderd. Het is ondergespoten met zand en daar staat nu de industrie. En ja, dat is mij en ons gezin en ook alle dorpsbewoners overkomen. Blankenburg kan nog even mee. Krijzende meeuwen, er dreigt gevaar uit zee. Blankenburg kan nog even mee. Blankenburg is niet meer. Het dorp is in 1965 gesloopt voor haven, snelweg en industrie. Van de 300 bewoners vertrok Wim van Oud-Heusden als laatste. Wij zaten echt in het allerlaatste huis wat afgebroken moest worden. In mijn jeugd was het een mooi dorp, heel groen. En toch een heel prettige plaats om als kind op te groeien. Blankenburg is verdwenen. Vele andere dorpen zijn opgeslokt. In 150 jaar is Rotterdam groot, groter en nog groter geworden. Eerst voor de uitbreiding van de haven en vervolgens voor de bevolkingsgroei die dat teweeg brengt. Ja, dus voor 1900 zeg maar, is een grote sprong gemaakt, natuurlijk, vooral naar Zuid. Dat heet ook de sprong naar Zuid. Met de annexatie van Sjaarloos en een deel van IJsselmonde en Katendrecht. Na 1900 zie je dan dat. En verder gaat uitbreiden, dus dan moeten nog veel grotere gebieden geannexeerd worden. Eerst plaats wordt dat Hoek van Holland, wat aan de kust ligt, ook wel handig is natuurlijk in de verbinding. En dan komt daar vervolgens, blijft het even stil, dan zit natuurlijk het Eerste Wereldoorlog ertussen. Toen is men het oog gericht op Pernis en Hoogvliet. Die havenuitbreiding schoof eigenlijk een beetje door over het eiland IJsselmonde naar het westen toe. Er waren ook landbouwgebieden. De BPM had zich daar, de Bataafse Petroleummaatschappij had zich gewoon gevestigd daar. Dus uiteindelijk bleef daar ook niet anders over dan die gebieden te annexeren. Omdat dat kon eigenlijk niet anders. Er moesten gewoon ook weer havens aangelegd worden. De annexatiedrift van Rotterdam verloopt eigenlijk zonder slag of stoot. Want de wet biedt de mogelijkheid. Dan kun je hoog en laag springen, maar dan gebeurt het uiteindelijk natuurlijk toch. En dan heb je als klein dorp of wat groter dorpje daar gewoon bij neer te leggen. En Rotterdam zal vast en zeker nog verder groeien en dorpen annexeren. Wim van der Oud-Heusden vindt de sloop van zijn geboortedorp nog altijd zonde. De A15 had zo kunnen lopen hier. Dat zo. En dat was wat u betreft de sloop van het dorpje Blankenburg niet helemaal nodig geweest? Dat klopt, ja. Dat was gewoon niet nodig geweest. En de Amazing Stroke Wafels die zingen Blankenburg had nog eeuwen meegekund. Dat had dan bewaarheid kunnen worden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Straks, ik ben Rotterdammer. Jack onderzoekt de rituelen rondom de dood. Is er iets mooiers dan sterven? Het ultieme loslaten. De laatste adem. De dimensies vallen weg. Ik voel een stilstand naderen. Geen tijd meer. Tijdloos, onzijn, weg zijn. In het sterven trekt nog één keer je leven aan je voorbij. In een flits die geen flits is. Een seconde die geen seconde is. Een moment van tijdloosheid. Dat is op zich al iets onvoorstelbaars. Ik was Rotterdammer dus eigenlijk. Straks met Jack Woutersen. En meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een mooie dag verder. Dag.